Sander van de Streek, gisteren moest je met een klein buikgriepje het veld verlaten. Nu weer helemaal topfit? Nou ja, buikgriep is misschien een groot woord, maar ik voelde me niet helemaal top. Dus nu weer wel gelukkig. Dus weer klaarmaken voor zondag. Ja, want zondag heeft dan dus verder geen problemen voor je om te spelen? Nee. Het is vandaag alweer over. Ik heb gewoon met uitloopgroep mee gedaan. Dus ik voorzie geen problemen, nee. Oké, want gisteren mochten jullie dan terugrijden in die hele dikke Audi's. Was dat lekker na zo'n verre uitwedstrijd? Ja, dat was echt top. In zo'n mooie bak terugrijden, dat is gewoon een stuk lekkerder dan in de bus. Je bent veel eerder thuis, dus je kan ook wat langer in je eigen bed liggen, wat gewoon veel fijner is. Dus was top. Geeft dat jullie dan net het stukje extra rust richting zondag? Nou ja, dat is wel het idee erachter. Dus ik hoop dat het werkt. Dat weet je natuurlijk pas zondag. Maar zondag moeten we gewoon vol erop klappen. En dan, Wat verwacht je dan van zondag? Ik denk niet dat de NVV rustig gaat afwachten. Ik denk dat ze gewoon net zoals gisteren linies kort op elkaar houden. En overal als op het moment dat wij de bal op het middenveld inspelen erop willen klappen en willen omschakelen. Je zag dat zij gisteren heel gevaarlijk werden, juist uit de omschakeling weer. En daar zullen wij thuis nog zorgvuldiger mee moeten zijn. En ik denk, zij hebben nu het voordeel gehad van het thuispubliek. En zondag komen ze naar ons. En je weet hoe het hier kan stormen. Dus hoop op een mooie pot. Want jullie dat het extra setje gaan geven, die 12e man? Ja, dat geeft het in thuiszijde meestal wel. De 12e man die ons altijd steunt. En ik hoop dat ze dat zondag weer met grote getalen doen. Dus dat is alleen maar een voordeel voor ons, ja. En dan nog zo'n goal als gisteren. En dan is het gewoon volgende week nog een tweeluik met Roda of Helmond Sport? Ja, zo'n goal. Ik weet niet of ik die nog snel zou maken. Ik hoop natuurlijk wel. Maar ik hoop gewoon dat we doorgaan. En of ik nou score of niet, dat is niet belangrijk.